als 16 gewoon genoeg is, dan lijkt me dat echt zo perfect. Nee. Ah! Yo mensen, ik ben Thomas en welkom bij een nieuwe video van Game Dreams. We zijn in de survival wereld. En ik ben hier even met Florian geweest laatst in een video. Je weet wel welke ik bedoel, misschien, misschien niet. En wacht even. Zo! Ik heb... ik vind het anders niet eerlijk als ik het niet heb. Maar als ik erover nadenk, Florian had nog allemaal... Had al die dingen, had hij weggehaald. En ik vind het echt vervelend in principe dat dat nu weg is natuurlijk. Maar we moeten het er maar zonder doen. De wortels hebben we nog niet. Dus als ik nog geen wortels heb, dan zit ik gewoon zonder wortels in deze wereld. En anders moet ik hem even maar... Maar ik denk dat het wel... Oh, ja, dat ding is er ook nog steeds. Dat heb ik nog niet teruggezet, maar dat hoeft ook niet per se. Kijk, hier staat het gewoon echt vol in. Maar ik moet echt even die... Heb ik geen wortels? Ik heb geen wortels, of wel? Ik heb wel wortels. Dat valt me nog mee. Oh, ik had er ook nog eentje in mijn inventory. Ja, het valt me nog mee dat ik wortels heb. Gelukkig maar. En ik ga dat ding zo weghalen en dan ga ik vertellen wat we gaan doen vandaag. Kijk, ik weet niet meer welke aardappels zijn en welke wortels, maar dat maakt nu niet zoveel uit. Want ik wil graag vandaag een boerderijtje bouwen. Ik bedoel, een boerderijtje is een... Ik bedoel, dat is toch leuk? Maar eerst dacht ik van, ik ga hier een mooi boerderijtje bouwen. Maar als ik deze ruimte zo bekijk... Ik bedoel, ik wil wel echt een groot veld eigenlijk. En dat past hier niet echt tussen, zo hier tussen... De muren en zo. Maar hier kunnen we nog wel iets anders bouwen. Maar we gaan vandaag denk ik toch maar... Toch wat meer werken aan wat er allemaal buiten hier is. Spinnen zijn er buiten. Goed, nou ben ik er echt helemaal klaar mee. Hallo! Ah! Oké, dat is een skeleton en ik vind het niet zo aardig. Dus als jij eventjes dood wil gaan, dan zou dat erg waarderen. Ik denk dat dit de eerste keer 1.9 survival is. In deze wereld. Omdat ik het opneem, maar ik denk... Waar zit mijn iron? Heb ik geen iron? Ik heb toch wel iron? Ja, hier is mijn iron. 1 iron. En hout. Ja, ik weet niet meer waar alles ligt, joh. Zo, dit moet goed genoeg zijn. Nee, dat is niet genoeg. Zo, dit is genoeg, hoop ik. Als je met verschillende kleuren hout... stenen... Nee, een schild kan maken, dan zou het heel fijn zijn. Boom. En boom. En hoppakee. Ja, het kan gewoon... En hier kun je ook een banner opzetten, uiteindelijk. Dat zou ik echt wel heel cool vinden, maar goed. We gaan vandaag bezig met het bouwen van een boerderij. En waar zullen we dat doen? Ik weet niet eerlijk gezegd. We kunnen een boerderij... Zo, oké, die is dood. Hier? Hier is zoveel water. Die rivier is eigenlijk best wel in de weg. Ga eens van Frank zijn huis af. Nou, oké, daar ga ik niet achteraan. Daar ben ik te lui voor. Maar er is natuurlijk overal zand. Ik heb wel een ideetje. Eigenlijk, hier kan het heel mooi, maar er staan nog allemaal bomen. Dus als ik al gewoon... Ik heb toch nog hout nodig. Dus als ik gewoon al deze bomen ga hakken... En dan maak ik het een beetje vlak. Dan kan ik hier wel een boerderij bouwen. Plannetjes. Let's go. Goed, in ieder geval... Ik heb redelijk wat boompjes gehakt. En er komen nu lekkere appels uit. Heel erg lekker, maar goed. Terwijl die bladeren een beetje wegvagen... Zometeen ga ik nog wel wat extra's doen, maar... Ik vind dat je best wel mooie combinaties kan maken van... Dat ga ik echt weghalen. Nou ben ik er helemaal klaar mee, jongens. Goed, in ieder geval, wat was ik nou ook alweer aan het doen? Oh ja, ik vind dat je best wel mooie combinaties kan maken van stone bricks en hout. En dat zijn echt van die noob huisjes die je altijd in video's ziet. Hoe verbeter je je huis? Maak hem niet zo. Nou, ik ga hem precies op die manier maken. Ik heb al stone bricks. Ik zeg niet dat het genoeg is, maar het is wel redelijk wat, dus... Ik zie wel hoe ver ik daarmee kom.
Maar ik weet ook niet hoe je... Maar is zo'n boerderijhuis veel anders dan gewoon een normaal huis in de stad of zo? Ja, het ligt eraan natuurlijk wat voor... Maar ik denk dat ik gewoon een normaal standaard huisje probeer te maken. Als het blaadje is een beetje... Oh, hier is ook nog een boom, ja, die hartstikke in de weg staat. Niet het hele bos hoeft per se weg. Dat is gewoon een groot deel van het bos moet weg. Ik denk dat ik hier dan heel mooi een huisje kan maken. En dan of juist naast. Nee, ik denk dat ik hem juist hier ga maken, het huisje. Gewoon even een simpel huisje, dicht bij de kerstboom, lekker. Koud voor hem, omdat er gewoon sneeuw ligt om een of andere reden dat niet smelt. En dan bouw ik hier gewoon het huisje, gewoon een klein huisje. En dan maak ik hier allemaal veld. Nee, hier kan je heel mooi. Ik weet het echt niet, dit is echt lastig. Of hier juist. Oh, dit is lastig! Ik vind echt... Ja, misschien hoef ik dat hele bos, moet ik zoveel moeite doen om het bos weg te halen. Maar hier kun je ook best wel mooi wat... Wat is dit nou weer dan? Wanneer heb ik dit gemaakt? Oké. Okay. Ga eens weg, joh. Maar je kan daar best mooi... Want het is nergens echt vlak. Maar ik moet het sowieso ergens vlak gaan maken. Maar dat vind ik nog niet zo'n probleem. Maar er zit een boerderij echt achter het centrum van zo'n ding. Van de stad. Nou, ik zeg niet dat hij achter het centrum van de stad zit. Maar hij moet wel ergens staan. Ik ben sowieso zeker dat het huisje ergens hier komt te staan. Maar... Hier, ja, hier komt sowieso een heel groot deel van alle huisjes die ik wil gaan bouwen. Omdat dat mooier is dan in de desert, vind ik. Maar hier, ja, in principe een boerderij is best wel zo'n belangrijk iets. Dus vind ik dat het wel een mooie plek is als ik het hier ga doen. Beslissing genomen, jongens. Hier komt de boerderij. Nou, ik denk dat ik ondertussen misschien ook wel mogelijk is dat, dat ik genoeg hout heb. Alleen ik moet nog wel wat dirt hebben, want ik vind het echt... Het moet wel een beetje een mooi huisje zijn, hè. Dat is, boeren hebben best wel een mooi huis misschien. Ik zeg niet dat ze een villa hebben, maar ik zeg ook niet dat ze een pruthuisje hebben. Dus ik wil wel een beetje... Ik bedoel, dat ding dat blijft er ook gewoon voor eeuwig staan misschien. En als ik dan gewoon zo'n, dat is gewoon eventjes zo'n slecht huisje en dat... Ik weet gewoon dat als ik het een slecht huisje zou laten, dat ik het eerst een slecht huisje maak, dat het dan ook gewoon een slecht huisje blijft. Dat weet ik gewoon zeker. Want ik maak nooit echt wat fatsoenlijk af. Ik had een keertje in de allereerste survival die ik had gedaan. Niet deze, niet opgenomen of zo, maar gewoon mijn allereerste Minecraft survival wereldje die ik had. Daar had ik gewoon een dirt huis, een tijdelijk dirt huis. Ik heb hem echt nooit veranderd. Ik dacht van, ja, dat kost wel heel veel hout, hoor. Ja. Dat kost wel heel veel hout om het te veranderen. Ja, dat is echt... Dat was echt een... Uiteindelijk werd het echt gewoon een lelijk huisje. En toen had ik een bad gemaakt van stone slabs. En daar was ik zo trots op. Ja, daar was ik echt heel trots op. Het is gewoon een beetje raar hoe... Het is gewoon raar hoe het is veranderd. Want als ik nu gewoon... Nu is... zijn stone bricks echt gewoon hartstikke normaal. Maar het is gewoon zo'n bad echt gewoon van stone slabs zo cool was. Dan kan ik me eigenlijk niet voorstellen. Het was natuurlijk wel een cool ding, maar kom op zeg. En ik was er echt heel blij mee toen ik dat had gedaan. Ik vond het echt... Ik was echt extreem trots op. Ik vind het eigenlijk gewoon een beetje raar als ik eraan terugdenk. Maar in principe snap ik het wel. Ik zie het echt zo voor me dat ik dit ding heb afgebouwd en dat ik zo zit van, ah, dit is hartstikke lelijk. Dat wordt het waarschijnlijk ook, maar ik kan het nog wel gewoon een beetje zo'n heuveltje maken. En dat dan gewoon dat het hierop komt. Maar één ding is zeker, één ding is niet zeker, maar één ding is bijna zeker. Ik ga een boerderij maken deze aflevering. Dat is bijna zeker, ik ben het wel van plan. En ja, het moet ook wel bijna. Maar anders moet ik het weer splitsen in afleveringen en zo. Ja, daar heb ik ook eigenlijk helemaal geen zin in. Maar dit wordt echt... Ik bedoel, ik heb al zo lang zin om huisjes te bouwen en zo. Maar eigenlijk moet ik naar de Nether. Oh ja, dat wilde ik eigenlijk doen in deze aflevering. Ja, nou laat nou maar zitten hoor. Nou heb ik er geen zin meer in. Nou ga ik die boerderij bouwen ook.
Oh ja, ik moet nog laten zien wat ik heb gedaan. Dus, ja, door die halve survival ding met Florian raak ik helemaal in de war. Ik laat het zo wel zien als ik dit af heb. Jongens, het is officieel. Ik heb te weinig dirt. Man, dan moet ik ook nog wat dirt gaan halen ergens. Nee, ik heb wel een plan. Dan als ik dit... Daar komt dan de boerderij te staan en dan wordt dit gewoon helemaal vlak. Als ik toch dirt nodig heb, kan ik het net zo goed vlak maken. Ja, wacht. Nu kan ik laten zien wat ik ga doen en dan ga ik nog weer wat doen en dan is het allemaal handig en zo. Dat is... Let maar op, het wordt echt perfect. Ik heb 6 diamonds gevonden. Dat weet ik nog even uit mijn hoofd, want ik had er 2. Dat weet ik niet meer echt, maar ik had 6 diamonds gevonden. En daar ga ik nou lekker even 1 diamond van pakken om een diamond shovel te maken. Ik dacht, ik heb dat eigenlijk nooit echt zoiets gehad dat ik ooit... Dat in mijn eerdere Minecraft survival gebeuren... En dan bedoel ik zeg maar weer, als ik terugdenk op... Veel eerder had ik nooit eens verwacht dat ik een diamond shovel zou maken. Want en diamonds waren heel speciaal. En waarom zou ik dat gebruiken voor om dirt weg te halen? Kom op zeg. En nou doe ik het gewoon. Nou is het gewoon, ja, is gewoon handig. Dat is ook gewoon handig. Maar goed, laat ik maar gewoon weer even dit weghalen. En dan als er boeierende dingen komen die wel belangrijk zijn en leuk... Dan mogen jullie van mij weer meekijken. Hey, cool! Jongens. Dan gaan we, ga je me zo lastig zitten vallen. Ik begrijp best dat je een beetje rond wil lopen en zo. Maar kom op zeg, ik ben hier de boel aan het weghalen. Je houdt toch van gras? En dan wil je naar dat ene stukje gras zeker. Hier. Haha! Oké, dit is nu wel vierkant genoeg en ik ben eigenlijk een beetje te lui om nog de rest te gaan doen. Dus ik ga dit ding gewoon opvullen nu. En dan moet ik er een beetje een mooier ding van maken. Een mooi heuveltje wordt het dan uiteindelijk. En als er dan weer gras op groeit, dan wordt het al helemaal mooi. Oké, ik ga ervan uit dat dit heel raar lijkt als ik het nu afmaak. Ik ga dit ding niet eens invullen, joh. Ik ga dirt besparen. Soms zeg je echt dingen waarvan je nooit had verwacht dat je dat zou zeggen in je leven. Dirt besparen, kom maar. Oké, ik ga geen dirt besparen. Anders spawn hier weer zombies en dan zit je in de boerderij. Ik zit in een boerderij. Brrr. Ja, wat is dat nou weer? Och, vast iets buiten. Het komt van onderen. Wat is het? Brrr. Ja, dat is erg hier gewoon helemaal kapot aan die stomme zombies die daar onder je huis zitten. Het lijkt echt heel raar. Nou, er kunnen toch geen zombies spawnen hieronder. Denk ik. Of andere mobs. Tenzij je zilvervisjes opeens kan spawnen. Dat zilvervisjes opeens gaan spawnen uit het niets. Maar ik ga ervan uit dat dat niet gebeurt. Oké, ik moet er echt een mooi systeempje van maken. Eigenlijk doe ik maar wat. Maar het komt wel goed, denk ik. Ik zeg eigenlijk, het moet wel een beetje... willekeurig zijn, want anders lijkt het niet mooi. Het moet wel lijken alsof het een normale bergheuvel ding is. Oké, dan moet dit zo en dan zo en dan zo, zo. Zo en dan komt het steeds verder, omdat het dit, ja, logisch, beste uitleg ooit. En dan komt dit weer zo en dan zo, ja. Wauw, dit is echt heel mooi. Prachtig dit. Oh ja! Ik ga hier geen fatsoenlijk ding van maken. Ik maak hier straks gewoon een vet mooie trap. Ja. Zo krijg je nog eens ideeën uit. Hele willekeurig. Dit ding. Ik bedoel, ik had het nooit echt zo van. Laat ik ding in de vorm van een trap maken. Maar ik heb het toch gedaan. Weet je wat ik hier doe? Dit kan ik wel net zo goed vlak maken. Want hier komt het huis op te staan. En dan kan ik zo doen. En dan is het mooi. Ja, vind het mooi. Ja, het is... Ja. Het is maar wat je mooi noemt. Nou is mijn dirt weer op. Jongen. Ik ga eerst wel bezig met die boerderij bouwen. En dan... De rest komt later wel. Oké. Hoe bouw je een boerderij? Nou, een huisje van een boerderij lijkt me ook gewoon een normaal huisje. Dus... Het moet wel een beetje wegstaan van de kerstboom. Wegstaan,
Nee, niet die weg staan. Jonge, jong. Soms komen er dingen naar voren waarvan je denkt van, oh, die zijn toch al lang verdwenen, joh. Die dingen dacht je nooit meer terug te zien op deze aardbol. En toch komt die eventjes langs, hoor. Jonge, jonge, joh. Oké, dit is te klein hier. Zo, zo. Hoppa. En zo heb ik een mooi boerderijhuisje. Misschien. Ik hoop het wel dat die mooi wordt. Zo, dit wordt houten planken. Dit wordt houten planken. En dan gaan we het zo invullen. Oké. De onderste rand komt geen raam. Dat is zeker. Er komt geen raam op de onderste rand. Dus dit kan ik helemaal invullen met hout. Goed. Waar komt de... Hier komt de deur te staan. Dus... ik ga werken met glass panes. En die gaan niet tegen de deur aan. Dus zo. Hier komt de deur. En dan wil ik graag zo'n... twee raampje hier zo bij de deur. Hier komt dan niks. En hier komt een klein raampje. En zo kan die... Kan die op... Nee, eigenlijk zijn ze akken daar. Dus dan moet je eigenlijk zo hebben. Bestaan hoekramen in het echte leven? Maakt mij niet vrij weinig uit. Ik ga hem gewoon... Nee, dat is niet mooi. Ik vind dat niet echt mooi. Zo. En ik vergeet nou gewoon helemaal dat dit gewoon pilaren moeten zijn. Daar moet niks op staan. Nee, mijn bijl is kapot. Nee. Ik moet niks meer verkeerd plaatsen of zo. Dit is al verkeerd geplaatst. Zo. Ik ga gewoon even alles... Pilaren moeten allemaal 4 hoog. Zo. En zo. Nee, dit is ook al daar verkeerd geplaatst. Ik had echt even niet nagedacht toen ik dit ging bouwen. En het wordt nacht. Snel naar bedje toe. Uh-oh. Huh? Oké, let's go. Ik zie nog geen monsters, dus rennen. Voordat ze er wel zijn, want daar heb ik geen zin in. En dicht. Het helpt helemaal niks, maar het is wel leuk. Wacht, heb ik boerderij hier wel op staan? Nee, boerderij staat niet op het lijstje. Maakt me helemaal niks uit, het stond wel op het lijstje in mijn hoofd. Is dat raar als je een lijstje in je hoofd hebt? Als je het zo zegt, klinkt dat best wel raar, maar... het is wel een logisch iets wat ik zeg, hoor. Soms weet ik het echt niet meer. Soms denk ik bij mezelf ook van, ja... Ja, nou kun je net zo goed gewoon helemaal niks meer zeggen. Dan is het eigenlijk ook gewoon klaar. Over en uit. Zo, hier gaan we ook... Hier gaan we geen hoge raampjes maken, want hoge raampjes zijn niet mooi. Gewoon zo en zo en zo, dat is toch wel mooi. Zo, ik vind dit wel mooi. Zo. En dit wordt een groot raam. Zo, dit wordt een redelijk groot raam. Hier komt geen raam. Want je moet toch ook een keertje een muur hebben waar geen raam op zit. Ik moet ook nog omhoog, jongens. Het is ook wel handig, meestal. Zand gaat wel snel kapot met de hand. Oh, dat ruimt. Oh, cool. Goed. Nu moet ik hier nog hout in plaatsen. Lijkt mij logisch. Ik weet nog niet helemaal wat ik van plan ben, maar... Ik denk dat ik het ongeveer wel weet nu. Oké, dit is echt zo'n work in progress gebeuren. Omdat dat dirt hieronder is echt gewoon hartstikke lelijk, vind ik. Ik bedoel dat, ja, het is... We moeten een heuvel voorstellen, maar dit lijkt toch helemaal nergens naar op deze manier. Afscheid nemen bestaat. Hij viel naar beneden. Goed. En het dak, dat gaan we straks maken van stone bricks. Ik denk niet dat ik genoeg stone bricks heb. Waar ga ik de vloer van maken? Oh, beslissingen. Zoveel beslissingen. Polished andesite vind ik wel mooi als vloer. Dan gaan we dat als vloer doen en dan stone bricks. En denk je dat dat... zou dat genoeg zijn? Ik gooi gewoon nog wat lekkere dingetjes in de oven. Alsjeblieft en alsjeblieft. Als ik het nou echt goed wil verdelen... Dat elke oven net zoveel kool heeft. Dan gooi ik hier gewoon overal wat in. Wat wilde ik nou
doen. Dus dan breng ik slabs, wilde ik maken. Dat is dus ook zo. Ik doe dit. En dan nog een keertje dit voor de zekerheid. En dit. Als ik wil, kan ik altijd van stone brick slabs nog gewoon twee keer op elkaar stapelen. En dan heb je alsnog een stone brick. Niet dat je dat, maar dan kun je het helaas niet meer gebruiken in crafting recipe dingen. Maar dat is niet zo erg. Ik kan me waarschijnlijk wel zeggen van haha, wat is dit nou voor huis? Haha. Het gaat er niet om hoe mooi het is. Wel een beetje. Maar dan heb ik alsnog te weinig trappen. Auw! Heb je ooit echt een woordgrap gehoord waarin mensen echt gewoon gaan lachen? Je hebt wel van die woordgrappen waarin mensen zeggen hahaha. Oh, nee, niet hahaha. Dan zeggen mensen, die is gewoon zo slecht. Dan snap je hem wel. Dan vind je hem zeg maar wel een beetje grappig. Maar dan is hij gewoon zo slecht. Het is gewoon zo slecht. Een woordgrap is altijd zo slecht bedacht. Ik bedoel, ja, wie verzint nou zo'n... Wie verzint nou het begrip woordgrap? Ik bedoel, als het nooit door iemand was bedacht, dan deed ook niemand van die grappen. Want het is nooit echt dat mensen er keihard om zitten te lachen. Er zullen vast wel goede woordgrappen in de wereld bestaan, maar... Ik heb er nog nooit eentje gehoord waar ik echt om moest lachen. Als je nou echt zo'n woordgrap hebt waar ik om moet lachen, zet hem maar in de reacties. Ik ben benieuwd. Er komt vast niks van terecht. Ik maak gewoon een heel simpel dak. Maar ik heb ook wel stone brick slabs. Nog wat meer daarvoor nodig, denk ik. En dan hebben we ons boerderijhuisje klaar. En dan kunnen we dit allemaal gaan overplaatsen. En dan moet ik die koeien eigenlijk ook overplaatsen. Maar die koeien zijn vast te dik voor deze deur. En dan moet ik ook weer allemaal moeite doen om die koeien fatsoenlijk te... uit te krijgen. Wat ging ik nou weer doen? Oh ja, ovens. Natuurlijk. To the oven. Dat is meer dan genoeg. Het is op. Oké, jongens. Ik ga nu niet zeggen dat het te veel is. Want dan heb ik het zeker weer fout, hè. Als ik zeg dat het te veel is. Zo, dan bouw ik hier weer tegenaan. En dan is het een prachtige trap. Die wordt ook gebruikt. Als ze ooit eens het dak op moeten voor de dakgoot gebeuren. Als er dan iets gebeurt met de dakgoot die er helemaal niet bestaat in Minecraft. Dan kunnen ze hier langs lopen. Ik moet echt een bijl maken. Maar ik heb geen zin om een bijl te maken. Want het duurt weer zo lang en dan moet ik allemaal weer dingen doen. Ik heb toch maar een bijl gemaakt. En ik heb redelijk wat spulletjes om het ding vol te maken. Als 16 gewoon genoeg is, dan lijkt me dat echt zo perfect. Nee. Oh! Perfect! Just as planned. Het past gewoon perfect. En dan heb ik nog allemaal zand in de oven zitten. Ja, dat is een beetje balen eigenlijk. Goed, ik heb ook dat andere spul meegenomen. Oké, ik ga die plaats die deur zo wel. Let's go! Nee, dit kan nooit. Niet alweer. Wow. Oh, ik heb nog wat in mijn inventory. Grapje. Ik had nog heel veel. Nou, heel veel. 21. Dit is maar wat je veel noemt. Ik heb een boerderijhuisje gemaakt, jongens. Zijn jullie trots op mij? Ja, ik merk echt aan jullie dat jullie heel trots op mij zijn. Oh, ik voel me zo blij dat ik een boerderijhuisje heb gemaakt. Zo, wat goed, hé. Nu gaan we nog even een akker maken en dan zijn we eigenlijk ook alweer lang genoeg bezig, hè? Ik heb nog nooit zo'n goede hoog gemaakt. Ik heb nog nooit beter dan een stone hoog gemaakt. Maar gewoon, omdat ik zo'n gigantisch ding wil maken, dan moet het wel goed zijn, hè? Oh ja, dan moet ik hem ook nog vlak maken. Goed, laten we gewoon... Ik ga gewoon beginnen met een
heel groot graanveld. En nee, ik heb niet heel veel weggehaald, maar 2 laagjes. Ik ben lui. Ik doe de rest nog wel later. Ga aan de kant! Dankjewel. Oké. Okay. Je moet er ook nog water tussendoor. Jongen, wat een moeite moet ik allemaal doen hier. Dan is dit weer te droog. Oké, wacht. Het had iets van 3 range of zo, dus... Als ik dat nou hier doe, en dan pak ik nog wat water hier. En doe ik... Dit is 1, 2, en dan is dit 1, 2, en dan hier weer 1, 2, en dan zo. Dus het is goede planning. Het is goede planning. Echt waar, let op. Oké, genoeg tarwe in ieder geval straks. Als ik dit überhaupt... Ik denk dat ik veel te veel plek heb gemaakt. Dat er straks geen eens alle zaadjes erop kunnen. Maar uiteindelijk wil ik zo'n groot graanveld hebben. Nou, het is geen groot graanveld. Maar we moeten het er eerst maar even mee doen. Ik ga wel wat meer zaadjes krijgen straks. En ja, dan ga ik dit nog even vlak maken. En ik ga hierin springen. Ik kan niks. Goed, ik ga in ieder geval het boerderijshuisje is af. En ik ben wel tevreden met deze hele lange video. Dan moet je wel gewoon blij mee zijn als je zo'n video hebt. Nou, ik ben niet helemaal per se dat ik zeg... Ja, ik ben heel blij met deze video. Dat kan ik nog niet helemaal zeggen. Dat weet ik niet. Dat ligt eraan hoe de edits gaan en zo. Maar ik ben blij met wat we bereikt hebben tot nu toe. Want dat is wel redelijk veel. Dus kunnen we blij mee zijn. Daar kan ik blij mee zijn. Jullie hebben helemaal weer eens niks uitgevoerd... Dan zit er maar weer een beetje op de bank of op de stoel of zo. Een beetje niks zitten doen. Dus helaas zijn jullie weer zo lui geweest. Maar ik heb weer tenminste wat dingen bereikt. En ook al zijn hier weer niks te doen. Hoop ik toch. Oké. Ik meen er niks van. Bedankt voor het kijken hoor. Oké. Ik hoop dat je genoten hebt van deze video. Als je genoten hebt van deze video. Laat dan vooral een like achter. Als je meer van mij wilt zien, abonneer op Game Dreams. En ik hoop dat ik zie de volgende video. Ik zeg, doei!